Ja, ik ben eigenlijk altijd best een ernstige man geweest, tot op zekere hoogte. Ik kan ook altijd heel goed het tegenovergestelde zien. En ben daar ook altijd naar op zoek in alles wat ik doe. Iemand zal de hond uitlaten. Iemand zal de planten water geven. Iemand zal de tuin sproeien en de gordijnen sluiten. Iemand zal de was ophangen. Iemand zal de sokken rollen. Iemand zal de stoepen dweilen. Iemand zal de vaat in de machine doen. Er gebeurt rondom ons heel veel verdrietigs. Dat is inherent aan je leeftijd. Gaan veel mensen dood. Zijn veel mensen ziek van mijn generatie. En het verwonderlijke is, en daar moet je mee leren omgaan, dat als een goede vriend sterft, dan zou je de tijd wel willen stilzetten. Je zou wel willen dat het niet, dat het even allemaal afgaat, stopt. En dat doet het niet. En het gaat dus door. Het gaat onvermijdelijk door. Het is ook maar goed dat het doorgaat. Iemand zal om God roepen. Iemand zal om opsporing verzoeken. Iemand zal excuses, bedankjes en facturen versturen om een beetje aandacht. Dat was eigenlijk de basisgedachte van dit album. En dat drukt zich uit bijvoorbeeld in een liedje dat heet Iemand. Iemand zal de was ophangen. Iemand zal, iemand zal, iemand zal. Want het gaat altijd door. Ook als jij er niet meer bent. En dat is een tamelijk, eigenlijk bijna vrolijke constatering ten opzichte van de ernst waarover het gaat. De auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven. Daar is, komt ook de titel Kersvers vandaan. Elke dag begint opnieuw. Spiksplinter nieuw opnieuw, hè, als het ware. En dat is soms roekzichtloos en soms afschuwelijk. De hemel zal gloeien, de zee zal deinen, de wind zal draaien, de zon zal schijnen. Ik lijk de dans nog te ontspringen. Nou weet ik wel dat dat toch geen 40 jaar meer gaat duren. Maar dan denk ik, ja, waarom eigenlijk niet? En ik denk dat er voor meer veel mensen geldt dat als je kunt doen waar je verschrikkelijk veel plezier in hebt en waar je van houdt met de mensen om wie je geeft. Ik sta ontzettend graag op en wil al die dingen heel graag doen die ik doe. Ik denk dat dat voor mij geen garantie is, maar wel me de mogelijkheden biedt dit wellicht hopelijk nog heel lang te kunnen doen. De auto's rijden, wolken overdrijven. Iemand zal gedichtjes schrijven.